De voorkeursbehandeling voor matige tot ernstige slaapapneu is nog altijd nasale CPAP. De CPAP-therapie heeft tot doel om de bovenste luchtweg open te houden. De manier waarop dit gebeurt is toediening van positieve luchtdruk via de neus. En door de licht verhoogde luchtdruk in de neus en in de keelholte wordt de bovenste luchtweg gestabiliseerd. Hiertoe maakt men dus gebruik van een luchtpomp. Dat is het eigenlijke CPAP-apparaat. En dat apparaat is verbonden met behulp van een luchtslang en een neuskapje. Dus een neusmaskertje dat ter plaatse wordt gehouden met een hoofdband. En met deze opstelling kan men dus de luchtdruk in de bovenste luchtwegen van de patiënt verhogen. Nou, CPAP heeft veel voordelen ten opzichte van andere therapeutische modaliteiten. Met name dat het effect onmiddellijk is. Van zodra de luchtdruk in de bovenste luchtweg wordt verhoogd, is het effect aanwezig en wordt de bovenste luchtweg gestabiliseerd. Dat is dus ogenblikkelijk. Dat betekent dat reeds bij de eerste nacht de ademhaling normaliseert. En dat kan zich vertalen in een gewaarwording bij de patiënt dan, de dag nadien, dus dat de slaap goed is geweest, dat de slaap verkwikkend is geweest. Innovation and you. Philips.